Summertime. Ga daar naar een huis. Je hebt een huis in Saint-Tropez. Je hebt een huis in Saint-Tropez. Dus die oom komt uit de keuken met de borden en die staat aan die tafel en die zegt de tornado. En dan zitten er mensen aan die tafel, die zitten een beetje de neus te pulken, zitten een beetje zo met zichzelf te spelen. En dan moet ik altijd zeggen, jongens, van wie is de tornado? Ze kleedde mezelf uit, liep ik zo naar de douche, wou ik zo in de douche stappen, dacht ik, och, ik moet eigenlijk ook nog even naar het toilet en als ik dat daarna doe, heb ik alles voor niks gedaan. Dus, en in dat stilteklooster was ik bang. Ik dacht, het zal me toch niet gebeuren dat ik hier het licht zie, hè? Ik denk, oh, dat lijkt me zo erg om ineens het licht te zien, weet je wel. Dan moet je heel je leven veranderen en anders een cabaret gaan maken. Meestal waar niemand op afkomt. En,